breathless, helpless, adrenaline. Oh,
Thank you.
Gaan ze neer. Het volgende nummer is een nummer dat een single was in december. Eentje dat best wel veel betekent voor mij. Het is geschreven en opgenomen in de States. Het was best wel een heftige periode. Dit is Synchronize.
Zes artiesten in hetzelfde huis te zitten voor een aantal dagen. De meesten onder jullie zien jullie collega's bijna elke dag, denk ik. En dat gebeurt bij ons niet. Dus is dat eens zo speciaal. En we hebben fantastische gesprekken gehad. Heel veel plezier gemaakt. Daar zaten geen bad vibes. Dat is echt zo, want anders zou ik gewoon zwijgen. Ja, maar dat was echt zo. En we hebben natuurlijk ook fantastische muziek gemaakt. Ik ga er nog heel veel over vertellen wat ik ga daar doen. Want ik vind dat we nu moeten gaan dansen. Yeah.
Don't try to deny my faith in dragging me. So what if my appearance might break the magazine? Yeah. Gotta push.
we started. Let's dress every night the red carpet for Sean to find. So many Jews all around the world find my mind. Oh, for someone left or right, I think it's the life. So patiently, I take my time. But I always know that I don't get mine. So you gotta push, push, push.
deze. Half januari begin ik een nieuwe theatertour. Het is iets helemaal anders dan wat jullie vanavond hier zien. Het is iets intiemer. De tour noemt Me and My Producer 2. Het is een show die we, ik denk dat het 10 jaar geleden is dat we de eerste hebben gedaan. En waarmee ik mijn laatste album terug heb gemaakt met Steve Willard. Dat is de producer die mijn eerste 2 platen heeft gemaakt. Vond ik het wel opportun om nog eens onder stof uit te halen. En we hebben al samen gezeten. We hebben al heel hard gelachen. Maar vooral, we weten ook al heel goed wat we willen doen. En daar zal ik ook wel wat meer vertellen. Met jullie zitten dan allemaal heel dicht bij mij. En ik vind het dan leuk, want dan kan ik meer vertellen en zo. Weet je wel? Ja. Nu gaat het al los rappen. Ja. In ieder geval, ik wil jullie daar allemaal terugzien. Van januari tot maart. In my plan. Thank you.
dacht ik nog iets anders aan. Het nep, wel waar. Zo heb ik het graag, zo man. Alright, let's do this. I'm
van droge keel. Ja. Is hier een meisje in de zaal die Zita heet. Zita. En Zita wordt volgend jaar... Ah nee, pardon. Ja, volgend jaar ook, man. Morgen? Nee, dus Zita, die mag naar voren komen. Zita, kun je waar Zita is? Ja, pop, kom. En Zita, dames en heren, verjaardag morgen. Hij wordt morgen 10 jaar. Volgend jaar nog. Zijn er nog? Dames en heren, ik vind dat we even moeten zingen. Gaan we even zingen? Ja, ja, ja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zita. Happy birthday to you. Zijn er nog kindjes in de zaal? Die naar voren willen komen? Dat mag dan nu. Juist, hè? Dat is wel een privilege, hè? Het volgende nummer, dames en heren, gaat eigenlijk over het leven. Gaat eigenlijk over de dagelijkse dingen, de dingen die altijd terugkomen. Iedereen die eigenlijk hetzelfde meemaakt en hetzelfde najaagt. En de cirkel is rond, vind ik. Mijn papa zei altijd, als ik u kan vertellen wat ik al wist, toen hij 65 was of zo, dan zegt hij, oh, dan zou ik zo gerust zijn. Maar dat gaat niet met zelf mijn gezicht tegen de muur lopen. En dat is ook zo. Dus het volgende nummer is This Is It.
Oh,
have to fit this groove. Okay? You know this is a 90s groove. Yeah. Janet Jackson. Ja, dames en heren, dus wat de bedoeling is dat ze nummers van de jaren 90 moeten zingen. Verzinnen. En die moeten op deze groove passen. Als die nu passen, slechte punten. Ja. Dus, en nu is het een aantal jury. Dus, ik weet dat dat weet, hè. Degene waar jullie passen voor geroepen hebben, well, I'm not gonna say stop because you're gonna go on. Okay. All right, so okay, this is fun.
Thank you.
Trying to
Oh,
gezegd, merci voor een fantastische avond. En hopelijk tot in januari.